It's all I wanna do. Chester en welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Chester. En vandaag ga ik het eventjes met jullie over een praatvideo hebben natuurlijk. Want er zijn een aantal dingetjes gebeurd de laatste tijd waar niet iedereen iets van af weet. Maar wat ik wel eventjes wil vertellen natuurlijk aan jullie. Omdat ik er heel veel vragen op Twitter natuurlijk over krijg. Dus laten we dan maar gelijk mee gaan beginnen. We beginnen natuurlijk met het eerste deel natuurlijk Next Gen Community. Want zoals jullie weten zijn Rubens, oftewel de Gaming Wolf, al zijn video's weg. Hij is niet verwijderd, hij is er verborgen staan. Maar hij heeft dus gewoon een tijdelijke stop genomen op YouTube. En voor iedereen die dat wil weten, Rubens zit nog wel in Next Gen. Alleen hij uploadt niks meer. Dus dat eventjes duidelijk is voor jullie. Gewoon dat er niks qua ruzie aan de hand is ofzo, want we zijn gewoon vrienden en zo. Alleen Rubens heeft het natuurlijk heel erg druk. En Sam is natuurlijk ook met een projectje bezig. Wat je misschien al op Twitter hebt kunnen zien bij hem. En daardoor uploadt Sam ook gewoon niet al te veel, als je begrijpt wat ik bedoel. Dus we zijn ook wel gewoon next gen. Ik en Sam blijven in next gen als uploaders, laat maar zeggen. En Rubens, ja, die zit er gewoon een beetje bij, maar upload niks. Dus eigenlijk spreken wij hem ook bijna niet meer. Maar niet dat jullie denken dat we ruzie hebben of zo. En dat was natuurlijk even puntje 1. Dat ik natuurlijk duidelijk wou maken. Natuurlijk, zodat jullie gewoon wel weten wat er dus niet aan de hand is. We hebben dus geen ruzie. Next Gen gaat niet uit elkaar. Er komen binnenkort wel met andere YouTubers video's online. En daar heb ik zelf ook gewoon voor gekozen. Omdat ik die ook even de kans wil geven om gewoon iets meer te groeien. Daar gaan jullie vanzelf al een keer wat van zien. Het is één hele leuke Black Ops 2 serie al, kan ik jullie verklappen. En natuurlijk gewoon de GTA 5 Friends vs. Subs serie. Die doe ik normaal met Simon. En die ga ik, als Simon bijvoorbeeld niet kan, ga ik die afwisselen met weer iemand anders. Maar dat zien jullie tegen die tijd dan wel. Maar daar ga ik nu nog niet al te veel over zeggen natuurlijk. Want we moeten eerst nog eventjes tijden gaan afspreken dat wij natuurlijk gaan opnemen. Dus dat was het tweede punt. Derde punt is niks om te klagen, niks om te vertellen, gewoon maar eventjes om jullie te bedanken. Want mijn kanaal groeit weer echt de laatste tijd super snel. Alleen de likes die zijn wat minder. Dus jongens, als jullie deze video even massaal een blauw duimpje mogen kunnen gaan droppen, ben ik heel erg blij natuurlijk. Want dan gaat mijn motivatie gewoon weer van hier, gaat weer helemaal naar hier. Want ja, likes, je moet like, laat maar zeggen, zien als motivatie. Als jij een voetballer bent, is een like voor mij een goal. Snap je wat ik bedoel? Dan word jij, als jij een goal scoort, word je blij. Als ik een like zie, word ik blij. Maar als ik normaal gewend ben dat ik zo rond de 70 likes krijg en opeens op mijn video 30 likes krijg, snap ik niet wat ik fout doe. Ligt dan aan mij? Ligt aan de game op Black Ops 2? Vinden jullie waarschijnlijk leuk om te kijken? Ik was ook op Black Ops 2. Ligt aan mij? Ligt aan de aflevering of zo? Wat ik wel voor jullie ga doen is meer dominees spelen, want natuurlijk heel erg werd gevraagd. En natuurlijk moet ik wachten op Black Ops 3. Want als Black Ops 3 uit is, heb ik zoveel leuke ideeën om te gaan doen met YouTube natuurlijk. Dat gaan jullie dan ook wel allemaal zien. Maar eerst moeten we wachten natuurlijk dat Black Ops 3 uit is. En als deze video, nou niet dat deze video online komt. Ik denk over een week, als jullie deze video kijken, over een week. Dan is het nog 1 maand precies en dan komt Black Ops 3 uit natuurlijk. Zoals ik al in meerdere videos ga zeggen, krijg ik waarschijnlijk de koelkast editie ofzo. En dat was eigenlijk gewoon even deze korte snelle update video. Nou, jullie weten dus wat er met het kanaal van Rubens aan de hand is. Hij is gewoon tijdelijk gestopt, waarschijnlijk tot een zomervakantie, tot een herfstvakantie of iets. Want hij heeft gewoon druk met school. Sam is ook bezig met een projectje, maar die gaat natuurlijk gewoon door met mij met Next Gen. En natuurlijk gewoon misschien wel een serietje met andere YouTubers. Maar daar ga je snel genoeg wat van zien. Jongens, ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Laat even massaal een blauw duimpje met deze video achter. Helpt me natuurlijk enorm. En ik wil jullie ook zien bij de video van morgen. Dus bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Laters.